Jaren geleden, en voor sommigen een eeuwigheid, 2000 zoveel, toen Martien Kruitenbouwer nog stadsdeelvoorzitter was van Westerpark, is een afspraak gemaakt die later ook in stadsdeel West gewoon doorgevoerd is. Namelijk dat buurtorganisaties om niet gewoon gebruik kunnen maken van de buurthuizen, in ieder geval van de, ja, van de panden van buurtorganisaties. Nou heb ik laatst een brief gekregen dat ik eigenlijk mijn kantoor uit moet. Nou ja, goed kantoor. Het is in ieder geval zo dat ik daar gebruik van maak een paar uur. En daar hebben we best wel een beetje al woordig, laten we zeggen, we zijn een beetje gebouilleerd geraakt in de loop van de jaren over wat je als buurtorganisatie wel of niet recht op hebt eigenlijk. Nou, de brief die ik laatst gekregen heb, en daar staat eigenlijk volgens mij zelf een heel cruciaal zin, zoals dat ook in de horizon, zeg maar, het onderwerp naar voren was gebracht, namelijk: na 9 augustus gaan wij de spreekkamer onder handen nemen en als volwaardig flexkantoor inrichten. En nou gaat het om het volgende natuurlijk, de twee woorden, volwaardig flexkantoor. En dan gaat bij mij inderdaad toch wel de vraag reizen, is het de bedoeling dat Combiwel, zoals zij dat ook van plan waren en nog steeds volgens mij zijn, in de horizon gewoon eigenlijk commerciële flexpacken te maken. Of in ieder geval niet sociaal. En dan kom ik natuurlijk op een onderwerp uit die misschien in de loop van de jaren eigenlijk ook al gesproken zou moeten zijn, namelijk over het feit van buurtorganisaties die moeten met elkaar samenwerken met elkaar, maar ook met Combiwel. Mijn vraag in de eerste plaats is deze eigenlijk gewoon heel duidelijk. Lopen die afspraken nog? Zijn er geen veranderingen in die afspraken? Dat buurtorganisaties dan alle tijden gebruik mogen en kunnen maken, in alle redelijkheid en billijkheid natuurlijk, met organisaties zoals Combiwel. Want binnenkort heb ik een afspraak met ze over het gebruik. En dan wil ik me wel in de rug gesteund worden door de politiek dat die afspraken nog steeds kloppen. En natuurlijk in alle redelijkheid en billijkheid met elkaar erover praten. Dat is punt 1. Punt 2 is eigenlijk inhoudelijk wat dieper over het betrekken van buurtorganisaties in activiteiten van welzijnsorganisaties als Combiwel. Het kan natuurlijk ook DOC zijn of wat dan ook in de loop van de jaren. En waar gaat het om? En dat is gewoon, als jullie de Staatskrant lezen op pagina 5, een gigantisch groot artikel. Waar gaat het om? Het gaat om ook om het woordje samensturing in het jaarverslag van 2021 van Combiwel, niet ABC meer, maar Combiwel, Martien Kuitenbrouwer, notabene zelf, als president en commissaris van Combiwel. Het woordje samensturing. Samensturing betekent natuurlijk dat je het met elkaar even dingen organiseert, met elkaar dingen doet. En ook voor iedereen. Voor jong en oud, voor donker en wit, wat dan ook. Wat er nou nog gebeurt in de Koperknoop of in de Staatsliedenbuurt, is eigenlijk niet veel. Eigenlijk helemaal niks of nul voor jongeren. En ik pleit al jaren, ook al 5 jaar geleden al, toen in een gesprek met een paar beleidsambtenaren van WES, voor meer activiteit voor jongeren. En niet alleen voor ouderen, natuurlijk. Het moet een mix zijn. Maar luister dan ook naar de bewoners. Luister ook waar de behoefte aan is. En dat mis ik echt in de Staatsliedenbuurt. Er is alleen maar een kwestie van zenden, niet van ontvangen. De hele groepen vereenzamen, ik heb het over mannen van boven de 50. En als je daar wat voor wil organiseren of voor jongeren, dan is het antwoord al gauw, het past niet in ons beleid. Ja, ik hoor er eigenlijk van op dat een groot probleem is. Ik kom zelf uit Spaardammerbuurt en ben ook regelmatig in de Staatsliedenbuurt. En vooralsnog hebben we dus die speeltuinhuizen. En die zijn we makkelijk beschikbaar voor om vergaderingen te houden of in ieder geval, ik heb er zelf heel veel gebruik van gemaakt toen ik voorzitter was van de bewonersvereniging van het Staandammerplein tijdens de renovaties. En
Ja, ik vraag me dan ook af voor de statieliedbuurt. We hebben daar kerk en buurt, we hebben daar buurtwerkplaatsen, we hebben daar zaal 100, de koperen knoop. Is daar echt geen mogelijkheid om uw activiteit te ontplooien daar als voorzitter van de bewonersvereniging of de huurdersvereniging Westerpark? Het is nou niet zo van of ik daar ergens anders iets zou kunnen doen. Nee, de vraag is heel duidelijk eigenlijk. Geldt die afspraak nog steeds wat we jaren geleden hebben gemaakt? 10, 12 jaar geleden. Het principe draait eigenlijk gewoon heel eenvoudig om het feit dat Combiwel, en niet alleen Combiwel, DOC en andere, Dynamo en zo, ook al inderdaad gesubsidieerd worden vanuit de gemeente Amsterdam, vanuit Stad Zilwest, voor, nou ja, Combiwel weet ik uit het jaarverslag ongeveer 10 miljoen euro. En dat ze in ruil daarvoor gewoon bepaalde faciliteiten aan buurtorganisaties geven. U zei dat het gaat om heel veel organisaties die het mee te maken hebben. Om welke precies kunt u een aantal nog noemen die met hetzelfde probleem zitten? Nou, ik weet, en dan praat ik inderdaad over clubs van voor coronatijd, eetclubs. Mensen die zeg maar iets willen organiseren van eetclubs. Dan niet of weinig eigenlijk geen medewerking kregen. Dus mensen die bijvoorbeeld met elkaar wilden eten, of tenminste een clubje wil beginnen. Mensen gaan daar koken en dan met elkaar gaan eten en zo. Dat werd niet of nauwelijks zeg maar gefaciliteerd, eerder ontmoedig. Maar ik weet een paar namen, maar daar ga ik niet op in, omdat het voor de privacy van die mensen. Vraag aan DB. Heeft DB inzicht in diversiteit aan activiteiten en ook van diversiteit qua organisatoren, groepen en clubs die je organiseert binnen Combiwel? En vooral gezien de financiering vanuit Stadsdeel lijkt me dat ook wel fijn dat eventueel daarop kunnen sturen. Ja. Als ik dan dit verhaal hoor. Hebt u de punten die u net maakt ook kenbaar gemaakt aan het DB, uw zorgen? Zijn die bekend bij het DB? En dan is mijn vraag dan ook aan het DB. Zijn jullie hiervan op de hoogte? Herkennen jullie dit verhaal? Nou, ik moet. De DB kent die punten. Die heb ik nog niet op papier gezet, nog niet. Gesprekken heb ik wel met het Stadsdeel gevoerd, wat ik al zei. Echt jaren geleden. Met de toenmalige hoofd, of tenminste locatiebeheerder Marjan Raamsveld. En met twee beleidsmedewerkers van Stadsdeel West. En met de locatiebeheerder van Koperen Knoop. Dus Combiwel was zeker op de hoogte van mijn zorgen. En ook het Stadsdeel. We hebben twee gesprekken gehad. En toen had ik gedacht van nou, laat maar even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Het ontwikkelde zich niet echt de wijze goed. Maar toen was er binnen Koper Knoop zelf en binnen Combiwel zelf allerlei reorganisaties. Dus ja, dat kon dus gewoon ook niet door mij, want worden op de agenda gezet. Want de een ging en de ander kwam enzovoort enzovoorts. En nu kan ik het wel doen. Want mijn vraag eerder aan het DB is eigenlijk, want we horen meneer Bos zeggen dat als er activiteiten georganiseerd willen worden voor bijvoorbeeld jongeren, dat dan niet in de programmering valt. Terwijl ik denk dat jongeren staat wel als een van de opgaves voor het gebied daar genoemd. Dus het lijkt me juist van belang dat het kan. En dus ja, hoe zit dat? En ten tweede, ik hoor meneer Bos zeggen dat er flexibele ruimte daar commercieel verhuurd wordt. Is dat zo? Doen de welzijnsorganisaties dat ook? Het is best veel wat u hier deelt. Hè. Er worden verschillende groepen worden er genoemd. Jongeren, 50-plus, ouderen, bewoners, Combiwel, DOC. Ik weet het gewoon niet. Wat ik wel weet is dat wij met de horizon bezig zijn geweest. Afgelopen twee jaar. En dat de horizon, dat het Combiwel in de context van de horizon juist heel erg bezig was met het betrekken van bewonersinitiatieven en buurtbewoners en dat soort zaken. Omdat de opdracht aan Combiwel was en is, namelijk horizon, er gebeurt daar van alles. Ja. Hè? Er komen verschillende groepen, nieuwe groepen komen eraf op het buurthuis, namelijk vanuit de Houthaven. Dus er is veel daar gaande. En een van de dingen die wij met elkaar hebben besproken is dat iedereen van harte welkom is en dat iedereen daar zijn plekje moet kunnen vinden. En dat de basis van de horizon, dat
nog steeds wel het buurtwerk moet blijven. Dus alles wat daarboven is, is prima, is goed. Willen we ook heel graag, hè, de menging en het gesprek en dat soort zaken. Maar de basis is nog steeds het buurtwerk. Dat is wat we hebben afgesproken en zo staat het ook in de beschikking. En dat geldt voor alle locaties van Comiwel. Maar wat dit betreft weet ik gewoon niet. Dus ik weet wel dat Comiwel, we hebben het wel de vraag uitgezet. Ik wilde het wel weten. Ik wil het weten, wil ik zeggen. Ik wil het weten. Comiwel die komt er binnenkort met ons terug. Komt binnenkort bij ons terug met wat er gaande is. En dan laat ik het de stadselcommissie weten. Dus ik kom terug bij de stadselcommissie met een korte kattenbel of wat er gaande is. En ik kijk even hoe we u kunnen verbinden met wat mensen vanuit het gebied.